Welkom bij een oorlog reeds verloren, een vrede reeds gewonnen. In deze aflevering zou ik een aantal theorieën aan u voor willen leggen. Een aantal theorieën die ten grondslag. Liggen voor een deel aan datgene waar wij nu dagelijks mee te maken hebben. De gedachten kwamen in mij op naar aanleiding van een aantal inzichten die ik kreeg toen ik nadacht over een bepaalde film, namelijk de film Don't Look Up, waarin een meteoriet de aarde bedreigt en waarin een uh, man met een iets donkerdere huidskleur wordt aangehouden door de politie, waarbij hij zich eigenlijk meteen hardop zegt: dat om, om racial profiling te voorkomen, zegt hij: hè, uh, don't shoot. Mijn, hè, de reden dat mijn huidskleur anders is dan die van jou, is omdat mijn voorouders in Afrika bleven, terwijl jouw voorouders uh, gemigreerd zijn naar uh, het noordelijk halfrond. Dus uh, dat, dat was een, een moment dat ik dacht van dat, ja, dat is wel grappig, uh, althans grappig, uh, pijnlijk grappig, dat uh, iemand eigenlijk meteen begint van, luister. Uh, uh, je zult me misschien harder aanpakken... omdat ik een bepaalde huidskleur heb. Um, en hij gaat, hij gaat dan het wetenschappelijk verklaren... om te voorkomen dat hij, uh, dat hij zo hard aangepakt wordt. Nou, het feit dat hij die approach kiest, die vind ik grappig. Um, omdat uh, wat hij zegt is namelijk helemaal waar. Hè? Uh, uh, we hebben allemaal waarschijnlijk uh, um, dezelfde voorouders. Nou, daar zijn heel veel theorieën over... Um, dus ik ga even voorbij aan de mogelijkheden van uh, uh, een goddelijke creator die, uh, die een vijf uh, uh, of tien of twintig uh, verschillende kleurtypes uh, mensen op de aarde heeft gezet. Want uiteindelijk uh, um, vind ik uh, in het geval van uh, uh, ras um, vind ik het altijd heel erg ingewikkeld, want um, we zijn een menselijk ras, en dus er zijn allerlei mensen en uh, er zijn heel veel menstypen. En hoe dat precies ontstaan is, daar zijn de wetenschappers veel mee bezig. En her en der is er wat consensus, maar eigenlijk weet niemand echt precies hoe het nou gegaan is, de geschiedenis. Hoe de grote migratiestromen uh, zijn geweest en waarom die zijn geweest. En wie zich van welk, op welk moment van waar naar waar verplaatst heeft en wat er aan, aan menging is ontstaan en om welke redenen zo door de uh, duizenden jaren heen. Maar we gaan even uit van um, uh, de, de, de Afrikaanse mens en uh, migratiestromen uh, naar het noorden en wat dat teweeg heeft gebracht. Want we zien eigenlijk. Wereldwijd ellende en crisis. We zien uh, uh, de Chinezen uh, al lang leven onder een communistisch regime. Wat eigenlijk uh, als een soort uh, bijenvolk is ingericht. met heel veel werkers en uh, een, paar, een paar mensen aan de top. Uh, en een soort, soort hybride vorm van kapitalisme en uh, uh, industrialisme en uh, communisme. En eigenlijk. Uh, Misschien wel heel weinig oog voor humanisme. Uh, uh, ja. Mensen, daar hebben ze er genoeg van. Dus wat is een mensenleven waard in, in China? Dat, uh, uh, als, als daar een economische benadering op losgelaten wordt. zoals dat ook wel eens is gebeurd in Europa. dan zou ik me afvragen of een gezond mensenlevenjaar in China net zoveel waard is. als een gezond mensenlevenjaar. Hier in uh, Nederland. Omdat de verschillen tussen diverse mensen er zijn, ga je kijken: oké, okay, hoe gaan we om met die verschillen? Want dat is hoe je een samenleving kan opbouwen. Je zou je kunnen afvragen of er in een, in een bijenkorf ruimte is voor individuele ontplooiing van de bij. De bij doet wat hij moet doen. Maar een mens is meer dan een bij. Een mens is een, uh, een, een, een bewust wezen. Is een spiritueel wezen. Uh, uh, misschien is een bij dat ook. Maar voor ons als mensen kunnen we eigenlijk voornamelijk onze eigen soort proberen het beste te begrijpen. En als je. Dat wilt begrijpen, dan ga je wel eens kijken naar van, hey, hoe, hoe zijn die verschillen nou eigenlijk ontstaan. En het is bijvoorbeeld interessant om te kijken hoe is de ijsbeer ontstaan. Ijsberen zijn op dit moment de sterkste en grootste berensoort op aarde. Zij zijn de, de krachtpatzers en de geharde. Uh, 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 iedereen zegt van, wauw, dat zijn, dat zijn serieuze uh, beren. Maar, de theorie is als volgt. Je hebt in Noord-Amerika, heb je grizzlies. En de grizzly is ook een grote beer. Sterk, bruine beer. En deze bruine, grote, sterke beer, die heeft forageringsgebied. Hij eet bessen, wortels, boomschors, uh, uh, zalm, hij eet karkassen. Uh, uh, het, het is een, een omnivoor eigenlijk, de beer. En stel zo'n beer, zo'n grizzly, die heeft een mooi stuk bos, waar die in de winter uh, ligt er sneeuw en dan ligt hij lekker in zijn winterslaap. En uh, het de vrouwtjesbeer, die, 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 is dan, uh, die ligt zwanger in de grot. En die, die is bezig om, uh, om, om een nieuw beertje uh, te laten groeien in de winter. En maar dat fourageringsgebied, dat moet rijk genoeg zijn dat als het ongeveer herfst is. Dat die beer heel veel vis kan vangen om vetreserves op te bouwen. En dat hij in de, in de lente en in de, uh, in de zomer. dat hij een beetje, beetje uh, bessen en, en, en noten en wortels. dat hij alles wat hij heeft kunnen vinden, dat hij heeft kunnen eten. Zij dus heeft goed voerageringsgebied nodig. Dus de sterkste beer. die heeft het beste voerageringsgebied. En de wat zwakkere beren. die worden verdreven. door die sterke beer. die verdedigt zijn territorium. Want daar heeft hij de beste kans op overleven en voortplanten. En als nou die wat minder sterke chrysalis, die werden verdreven naar de forageringsgebieden, die wat minder waren. En dus de, 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 de inferieure beer, die uh, ging verder naar het noorden. Alleen, wat gebeurde daar? Daar zijn, zijn overlevingskansen, waren minder groot. Dus hij moest harder werken om in leven te blijven. Er was minder vis, er waren minder noten, eh, alles was er minder. En er waren misschien ook andere dingen die hij ging eten. Dus hij moest zijn best doen, en ontwikkelde daardoor meer doorzettingsvermogen. Uh, uh, andere jachttechnieken, misschien werd hij wel slimmer, omdat hij inderdaad slimmer moest zijn om de schaarse prooien die er waren toch te kunnen uh, vinden. En als deze uh, beer overleeft, dan wordt hij steeds sterker. Dus kijk naar de ijsbeer, die leeft in een gebied waar het verschrikkelijk moeilijk is om te overleven. Want het is allemaal sneeuw en, en hij moet die penguins en hij moet, hij moet zo'n zo wak induiken om een zeehond te pakken. Uh, het, het is nogal wat. En hij heeft, uh, daar op het ijs heeft hij weinig toegang tot bessen en, en, en wortels. En toch is dat dus een van de allers, allersterkste geworden. Maar feitelijk is de sterkste beer van nu, de ijsbeer, is een afstammeling van de wat mindere varianten van de grizzlies. Dus dat wat verdreven wordt omdat het minder sterk is, kan, als het weet te overleven, op langere termijn juist veel slimmer en sterker worden. Nou, een theorie van mij is analoog hieraan. En het kan zijn dat het niet per se was dat er een migratie ontstaan is van bepaalde stammen of volkeren omdat ze minder waren. Maar misschien gingen ze juist... Vanuit uh, uh, bijvoorbeeld uh, het Midden-Oosten, waar uh, heel veel woestijn was, dat zeiden van ja: hier is geen goede forageringsgrond, wij ja. gaan op zoek naar betere forageringsgrond, wij trekken naar het noorden. En dus het zou kunnen zijn dat je zegt van nou: het waren er wat mindere die verdreven werden uit uh, de, de plekken in Afrika, waar, uh, waar het fruit uh, uh, rijk aan de bomen hangt het hele jaar door. He, je kunt uh, volgens mij in, in grote delen van Afrika... Kun je, kun je iedere dag vers eten gewoon van de bomen halen... Uh, als, je, als je je best een beetje doet. Dus dan hoef je ook niet zoveel zorgen te maken over de komst van de winter. En dan ben je niet zo bezig met, van nou heb ik vandaag wat te eten. Want er is een overvloed aan eten. Er is weinig schaarste. Althans, het zou zo kunnen zijn. Hè? Maar in het Midden-Oosten... Waar misschien al een deel naartoe verdreven was of getrokken was, daar is het weer een ander verhaal. Hè? Naarmate je nog noordelijker komt, bijvoorbeeld bij de, bij de Sahara, ja, dat is moeilijk overleven daar. Um, dus misschien dat ze wel eerst verdreven waren daar naartoe en toen doorgetrokken zijn naar rijkere forageringsgebieden. Kijk, het is hier natuurlijk erg groen. Er groeit hier erg veel. En uh, het groeit en bloeit hier erg veel. Maar we hebben hier iets wat op andere delen van, van de wereld niet aan de hand is. Namelijk, wij hebben hier zoiets als een winter. En uh, die winter, en vooral maart en april zijn lastige uh, uh, maanden, want er groeit dan nog niks. Er is nog geen nieuw voedsel. He, dus stel de winter begint in december, nou, december, januari, februari, dan... Wordt het langzaam steeds kouder, maar de, de, de restjes van de oogsten, et cetera, et cetera die, die, uh, die zijn er nog. Dus je kunt nog van alles vinden. Maar naarmate die winter vordert, februari, maart, begin april, dan is alles echt wel op. En er groeit nog niks nieuws. Dus dat zijn uh, uh, ook typische momenten in de kalenders uh, in, in uh, uh, van de mens om te vasten omdat misschien biologisch ritme van de mens nog staat op dat, zo in maart en uh, he, uh, februari, maart en april, dat er dan überhaupt weinig voedsel beschikbaar was. Dus de carnaval bevindt zich vaak in, uh, in deze periode. De ramadan dit jaar was uh, in, in deze periode. Dat, dat je dus zegt van, ja, het einde van de winter. Uh, dan is het vaste geblazen. Want daar is ons biologisch systeem op ingericht geraakt. Want het was zodat zeker toen we uh, als mensheid misschien een klein beetje uh, agrarisch werden, dan dat, dat deden we om een voorraad te kunnen aanleggen, voedselvoorraad aan te kunnen leggen voor de winter. Een graanschuurtje en uh, aardappels uh, wegleggen. En um, dat zie je nog steeds in landen als Frankrijk. In de winter eet men daar veel uiensoep en aardappels. Waarom? Uien en aardappels die zijn lang houdbaar en je oogst ze laat. Je kunt twee keer aardappels oogsten per jaar. Uh, en ook uien. Uh, um, en dat kan bijvoorbeeld in oktober, begin oktober, kun je nog een oogst aardappels pakken. Nou, als, je, als die goed genoeg is, dan kun je daar de winter mee doorkomen. Dus deze gedachten. Die zijn langzaam, is dat ontwikkeld in de mens. Dus je hebt een gedachte in, uh, in, in de zakenwereld, is een, een, er bestaat een cultuur, een bedrijfscultuur. Dan kun je een strategie gaan bedenken om het bedrijf beter te maken, of het leven. Dus het is een levenscultuur en je, je kunt je leven beter maken. Uh, en Dan kun je een strategie bedenken. Maar culture is zo ingebakken dat it iets strategy for breakfast. Dat betekent dat je kunt allerlei strategieën bedenken, maar als de cultuur van de mensen het er niet mee eens is, nou, krijg het dan maar voor elkaar. En er zit nog een andere achter, namelijk dat nature iets culture for breakfast. Want de natuur van de mens, de echte natuur, de overlevingsdrang, dan kun je een, een cultuur hebben van medemenselijkheid, maar als het eten op is en er is... En er is een strategie waarvan je denkt, nou, ik weet het niet zeker, dan komt je natuur ineens weer om de hoek kijken en je natuur zegt, ik moet, ik, hè, ik moet eerst overleven. Dus in de cultuur, maar misschien zelfs in de natuur van de mens, zijn oude strategieën langzaam ingeslopen. En die drie elementen die werken ook altijd op elkaar in: de natuur van de mens, de cultuur van de mens en de strategie van de mens. En die drie elementen, die hebben een hele aparte wisselwerking en een, en een, en een krachtenspel. De hele dag is de mens bezig van, hey, wat is eigenlijk mijn natuur? Wat is, hoe zit mijn cultuur in elkaar? Um, en wat is mijn strategie? En heel veel daarvan gaat, en dat is een leuk onderwerp, gaat over eten. Wat, wat eet je? Ben je, uh, uh, je, hebt, je hebt mensen die hebben uh, een, uh, een gebit wat heel nadrukkelijk, dat is van een herbivore... Uh, uh, grote, sterke uh, kiezen. Um, maar je hebt ook echt mensen die een gebit hebben. wat heel nadrukkelijk een carnivore uh, gebit is. Met, met veel scherpere tanden. Uh, uh, um, uh, ook scherpere uh, punten aan de, aan de kaken. die echt meer op, op scheuren dan op malen gericht zijn. Dus dat. kan te maken hebben bij bepaalde individuen. met, met hoe hun voorouders. op een bepaalde manier misschien hebben moeten overleven. Als er uh, 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 hoog in Lapland, als er, als er niks meer groeit aan groenten, maar er lopen nog wel rendieren, of, of er sterven rendieren. Want de mens is ook vaak een aaseter geweest. Gewoon uh, een alleseter, een, een opportuno voor. Wat, wat komt er toevallig op mijn pad? Nou, als er een, 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 in de sneeuw een, uh, een, een dood rendier ligt en die is een beetje, een beetje diep gevroren, dan uh, uh, was dat natuurlijk. Boffen voor degene die, die, die het rendier kon vinden om, en had weer voedsel. Dus als de Noorderling geconfront, zich geconfronteerd zag met een winter die hij maar moeilijk kon overleven. heeft hij misschien allerlei strategieën en culturen ontwikkeld. om zijn overlevingskans groter te maken. Want de mens is behalve een bewust en een spiritueel wezen. ook gewoon een natuurlijk wezen, een biologisch wezen. Met de daarbij behorende wensen en angsten. De wens om te overleven gaat gepaard met de angst om te sterven. En het zou wel eens die angsten en die schaarste en het schaarste besef kunnen zijn, die ervoor gezorgd hebben dat wij nu een wereld hebben, waarin de mens als individu, weliswaar onderdeel is van een samenleving, maar eigenlijk een eenzaam bewegend onderdeeltje van een anonieme en onpersoonlijke samenleving is, en daarin eigenlijk wordt teruggeworpen op van ja hoe overleef ik van dag tot dag. Want de meeste van ons die worden wakker. En die ze zijn op zoek naar water. Uh, op zoek naar iets te eten. Uh, als je een week niks, drink, niks te drinken en niks te eten hebt. Dan ja, gaan hele, hele andere fenomenen gaan spelen. Het is ook opmerkelijk dat je geur en je zicht uh, en je smaak wordt veel beter. Waarom? Uh, je hebt veel scherpere zintuigen nodig om te kijken van... Is hier ergens iets te eten te vinden? He? Als je... Drie dagen niet eten, dan ga je, als je eten ruikt, je ruikt het veel beter van een veel grotere afstand. Want ja, eh, je moet wel, want er is, er is weinig aanwezig. Daarom is vaste ook vaak een spirituele oefening, namelijk je, 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 je zintuigen worden scherper en niet alleen je, eh, je vijf zintuigen, ook je zesde zintuig, je intuïtie, misschien wel voortkomend uit de pijnappelklier, die wordt groter. En die pijnappelklier is ook een belangrijke. Want die pijnappelklier die is verantwoordelijk voor heel veel processen in het menselijk lichaam. Maar ook een belangrijke is de melatonine aanmaak. Hier heet het je slapen. En als je hier naar binnen gaat, je hoofd in en hier, dan kom je uit bij je pijnappelklier. En die pijnappelklier die regelt, behalve je intuïtie en je, je, je derde oog, is het ook. Degene die uh, melatonine aanmaakt en uh, zorgt voor de aanmaak van melatonine in je systeem, zodat je een dag- en nachtritme hebt. Want om de indrukken van een dag te verwerken, heb je ook rust nodig. Ik denk dat ook heel veel mensen momenteel, doordat ze zoveel indrukken krijgen, uh, een verstoorde melatonine aanmaak hebben en eigenlijk misschien wel slapen, maar niet rusten. En als ze wakker worden, meteen weer aanstaan. Dus de, de, de wat rustigere processen. die zijn in de 24-uurs-economie. met uh, de vloek en zegen tegelijkertijd van de mobiele telefoon. en overal de hele tijd uh, reclames en indrukken. en doe dit en koop dat. en uh, wees zo en uh, vind dit. Als je dat allemaal op, op, op een hoop veegt. dan is dat erg veel om te verwerken. En het zou zo kunnen zijn dat omdat er een ander dag-nacht ritme is op het noordelijk halfrond ten opzichte van rondom de Evenaar, dat de pijnappelklier zich dus ook anders ontwikkeld heeft. En uh, omdat er minder licht, minder zonuren zijn, heeft die pijnappelklier misschien zichzelf moeten vergroten. Dus zou je kunnen zeggen: mensen op het noordelijk halfrond, die hebben niet meer of minder intuïtie, of die hebben niet. Meer of minder, uh, 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 of goede, of betere, of slechtere manieren van omgaan. Dus het is gewoon een natuurlijke manier van omgaan met de hoeveelheid licht. En hè, als jij weinig zonlicht hebt, dan heb je meer zonnepanelen nodig om de energie op te vangen. Als je veel zonlicht hebt, veel zonuren, heb je minder panelen nodig. Dus als je minder zonuren hebt, dan heb je misschien een wat grotere pijnappelklier nodig om genoeg melatonine aan te kunnen maken. En het zou kunnen, dat is een theorie, uh, dat blauwe ogen ontstaan zijn omdat er een andere manier van lichtopname door de ogen nodig was om de melatonine aanmaak in de pijnappelklier nog op orde te houden. En je hebt het concept van blauwe ogen bij de noorderlingen zou te maken kunnen hebben met dat wij eh, hebben hier de blue hour, het blauwe uur. Het blauwe uur is een half uur voor zonsondergang en een half uur na zonsondergang. Dan kleurt de hele aarde kleurt een beetje blauwig. En om dat zonlicht nog goed op te kunnen pakken, heb je misschien geen bruine ogen nodig of groene ogen, maar juist blauwe ogen. Omdat de manier hoe het licht. Hier valt, en omdat dat de perfecte tijd was om uh, te jagen. Dus als je een bepaalde nachtvisie nodig hebt of scherpte tijdens de jacht. Omdat er uh, een wereld is met blauw licht, zijn de ogen misschien blauwig van aard geworden. Dit is een theorie, hè? Uh, want omdat er schaarste is en schaarste denken, zijn er oorlogen, wordt er ruzie gemaakt. En wie hier iets fantastisch over gezegd heeft, en we zullen hem uh, uh, toevoegen weer aan de, um, aan de descriptions, is Charles Eisenstein in zijn twaalf uh, minuten durende video over sacred economics. Hij heeft het over schaarste. En je leert bij economie, leer je ook altijd van: economie is schaarste leer. Nou, dan zeggen mensen: ja, maar er is geen schaarste. We, we, alles is abundant aanwezig. Ja, zeker. mits je goede afspraken met elkaar. En een goede verhouding tussen mens, natuur, cultuur en strategie maakt. En daarom zijn deze gedachten, deze abstracte onderliggende. Gedacht is belangrijk om op je netvlies te hebben, omdat we momenteel misschien wel geconfronteerd worden met allerlei berichten over voedselschaarste. En wat doet dat met een mens? Het is heel simpel, angst. Dan gaan we even terug naar het begin van de, um, de coronacrisis. Het hamsteren van toiletpapier, dat was, dat was ineens een ding. Men ging wc-papier hamsteren. Niet eens eten, maar wc-papier. Het was natuurlijk een hele, hele rare gewaarwording. Ik weet ook nog dat filmpje van een man in een magazijn met zo'n uh, zo steekkarretje. Die ook op het nieuws zag van uh, ja, mensen zijn wc-papier aan het hamsteren. En dat hij reed door een, een, een hal. En hij zei nou mensen volgens mij ligt hier genoeg wc-papier voor de komende tien jaar voor iedereen. Want hij liet dat zien met zijn, met zijn telefoontje Hij filmde dat een beetje rond. En inderdaad, het stond huizenhoog opgestapeld met wc-papier. Dus misschien was het een succesvolle mediacampagne en lobby van de, van de wc papier Die uh, dacht van, we hebben, we hebben te veel voorraad staan, laten we dat eens uitverkopen. Laten we eens kijken of we de mensen zo gek kunnen krijgen dat ze allemaal voor een jaar wc-papier in huis uh, halen. Nou, dat redelijk gelukt uh, toen. Uh, kennelijk waren de mensen uh, banger dat ze niet meer naar de wc konden dan dat ze niet meer te eten hadden op dat moment. Want je zou kunnen zeggen van, nou ja, de, hè, uh, uh, de landen gaan op slot en de supply chain, die, uh, dat is, horen we nu veel, hè, die, die, die raakt verstoord. In Shanghai, lockdowns, uh, problemen in de haven, uh, de mensen die thuis zitten gaan niet naar de fabrieken, dus dan wordt er niet gewerkt. Uh, nou, dan komt daar nog een cultuur overheen met wetten en regelgeving dat de Chinese regering ineens gezegd heeft van... jullie moeten Chinese producten kopen, want we gaan minder exporteren. Uh, Oké, okay, als China zelf meer gaat consumeren van wat ze produceren... en ze gaan minder exporteren, dan zou dat kunnen betekenen... dat in andere delen van de wereld schaarste ontstaat. En als er schaarste ontstaat, wat gaat er gebeuren? Dan, gaan de, dan worden er oorlogen bedacht of, of, of uh, grondstoffen gestolen. Uh, uh, allemaal schaarste, denk ik. En het zou dus kunnen dat dat schaarste denken door die migratiestromen, en of die nou naar het noorden of ook naar het zuiden of naar het oosten of naar, naar, naar bergachtige gebieden heeft plaatsgevonden, van alles, waardoor we zo'n veelheid aan menstypes hebben, omdat ze zoveel verschillende dingen eten en zoveel verschillende culturen hebben gebouwd rondom eten um, en rondom bijvoorbeeld jagen en of voedsel verbouwen. Uh, dan, dan is nu. Toch wel het moment om met z'n allen te gaan kijken hoe gaan we om met schaarste. En je kunt. Als je een simplistisch wereldbeeld hebt, stel je, uh, uh, je, denkt, je denkt als IT'er, denk je uh, na over de wereld. En stel je hebt een heel groot uh, uh, bedrijf daaromheen gebouwd. En uh, en je denkt dat je de hele wereld kunt controleren. zoals je een computersysteem kan controleren. Je kunt het programmeren. Je kunt, je kunt alle parameters invoeren. En je kunt alles designen eigenlijk. Je kunt alles ontwerpen. Nou, dat, dat, dat doe je alleen als je bang bent voor alles, als je bang bent voor het leven. Dus ik denk dat de, 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 de 1% van deze wereld. die heel veel welvaart heeft verzameld. Dat dat een hele gevaarlijke ontwikkeling is, omdat dat de mensen zijn die eigenlijk het diepst in hun schaarste denken en in hun angst zitten. Dat lijkt heel paradoxaal, maar ik bedoel, ik ken stammen in Afrika die tellen als volgt: 1, 2, genoeg. Er is niets meer dan genoeg. 1, 2, genoeg. Terwijl. Hier zie je rijke mensen willen steeds rijker worden, want ze moeten het behouden en, en ze moeten het beschermen. Alles wat ze hebben opgebouwd, dat moet beschermd worden tegen andere mensen, want die willen dat stelen. En er worden hele bedrijfskundige theorieën en psychologische leer- en marketingtrucs, en NLP en, 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 en MK Ultra. wordt van alles opgezet om te begrijpen hoe de dingen werken. Uiteindelijk allemaal gericht op het beschermen van het vermogen van die hele kleine groep mensen. Die in essentie de ergste bangerikken zijn en schaarste denkers. Die hebben dat zelf misschien niet door, maar die gaan aan allerlei knoppen draaien vanuit hun eigen gedachten. Van, nou, luister, we gaan. Uh, 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 ik wil. Kijk, als zo iemand als Bill Gates zegt: Ik wil de wereld helpen met vaccins. En of hij dan bedoelt de wereld helpen door te depopuleren en mensen onvruchtbaar uh, 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 te hebben. Of dat hij bedoelt: Ik wil uh, uh, een beschaving creëren waarin mensen gevrijwaard zijn van ziektes. Dat zou het, uh, het, het mooiste verhaal natuurlijk zijn. Dat zou fijn zijn als er dat soort nobele bedoelingen achter zaten. Maar tegelijkertijd maakt hij een hele belangrijke opmerking. Namelijk, vaccins zijn de beste investering die hij ooit gedaan heeft. Dus. Stel nou dat je doet dat soort investeringen en je hebt heel veel geld daarin zitten. Dan is het wel handig als er ook een pandemie uitbreekt. Kijk, je kunt je afvragen, iemand die uh, uh, in de computerwereld werkt. Stel die heeft, uh, die heeft virus, uh, uh, software, antivirus software, want er zijn computervirussen. En, maar de, de antivirus software verkoper die heeft er baat bij dat er steeds nieuwe virussen ontstaan. Want anders verkoopt hij zijn software niet. Of de update, het abonnementje. John McAfee is toevallig overleden in deze rare tijd. Onder andere in, 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 hij is in de gevangenis overleden. Onder ja, bijzondere omstandigheden wel weer. En hij had ook vlak daarvoor nog een Twitter bericht gestuurd. Ik wist niet dat dat kon, trouwens, vanuit de gevangenis. Of misschien had hij iemand gevraagd om dat te doen. Maar als er iets met mij gebeurt, kijk dan hier en hier en hier naar nou, John McAfee. De bouwer van het van bestrijden van computervirussen. En daar, lees nog maar eens na waarom hij in, in de gevangenis zat. Was dat omdat hij per se, was hij corrupt, was hij slecht bezig? Of was het zo'n geval dat je net zoals Dirk Scheringa, die, die Dirk Scheringa werd getackeld zijn bank werd getackled, en hij zei: ja, maar ik word getackled. Alle andere banken doen precies hetzelfde. Waarom word ik dan geslachtofferd? Nou ja, dat kan allerlei redenen hebben. Sommige mensen accepteren misschien geen concurrentie aan de top. Um, uh, en dan heb ik, aan de top, heb ik het over de top van uh, de zakenwereld, waarin er dus heel veel geld verdiend wordt. En waar waarschijnlijk dus een hele verstoorde balans is ontstaan tussen emotioneel het idee hebben: van wanneer heb ik nou genoeg? Nee, de, gebroeders of de vader en zoon Skidelski hebben daar. Een boek over geschreven. How much is enough? En moet dat dan voor iedereen gelden? He, he, gaan, we, gaan we naar een wereld toe waar het onze strategie is om te overleven als mensheid? Uh, door te zeggen: van nou, hoeveel is genoeg? En, en hoe gaan we dat allemaal meten en controleren? En dat is ook wat er nu aan de hand is, die, die hele digitalisering is gestoeld op de gedachte meten is weten. Maar waarom wil je iets weten? Omdat je iets wilt organiseren. En want je moet iets organiseren, want als je het niet organiseert, dan ben je bang dat je de winter niet doorkomt. Dus het is een beetje alsof uh, uh, Knabbel en Babbel. Uh, die zijn dan uh, hazelnoten van een boom af aan het halen. Meestal is dat de boom van, uh, van Donald Duck. En die gaan dan die hazelnoten en dan uh, uh, Knabbel, die is die, die, die aan het halen. Uh, of of uh, die babbel is aan het halen. En dan komt hij weer een heel rijtje hazelnood aan. En dan, dan staat Knabbel, die staat voor de, um, uh, voor de deur. En die staat met zo'n checklist. Die heeft zo'n zo klappertje. En die staat te tellen: van, hey hoeveel heb ik eigenlijk? Heb ik genoeg voor de winter? Dus je hebt een checklist. Want je hebt een strategie bepaald en een plan gemaakt. van nou, als ik nou zoveel vaten met spul daar heb, en als ik nou die boom vul met nootjes, en, en, en als ik nou dat daar, hè? De, de Egyptenaren hadden al uh, graanschuren, voorraden, graan, dat als er een oogst mislukte, dat dat niet per se een ramp was, dat lag voor, voor drie jaar graan op voorraad. En zo is uh, de future option ook ontstaan, van uh, laten we, laten we uh, proberen een zekerheid in te bouwen, dat we kopen nu graan over vijf jaar. Dan kan iemand nu investeringen doen. En dan hebben we er allemaal belang bij dat we die periode van vijf jaar volmaken. Maar dat is allemaal vanuit de competitie en schaarste gedachten ontstaan. Is dat dan een slecht iets? Competitie en, en schaarste drang. Of is dat, zijn dat essential survival skills? Dan kom je bij de film um, uh, The Wolf of Wall Street. En het interview wat werd gehouden met Leonardo DiCaprio. En dat Leonardo DiCaprio, die had zich ingelezen om die rol te kunnen uh, uh, vertolken. Van The Wolf of Wall Street. En toen zei hij: uh, hebberigheid als zonde, greed als zonde, is overlevingsmechanisme nummer één. Hier, van mij. Een ander die heeft iets afpakken. Van mij. Want dan is mijn kans op overleven groter. Dus greed is good. uit de film Wall Street. met Michael Douglas. Um, komt voort uit een Amerikaanse gedachte. En misschien dat de, de Amerikanen. wel ook weer een vorm van ultieme schaarste denkers zijn. omdat zij geëmigreerde Europeanen zijn. Dus weer een migratietocht. Heeft dit keer... weer minder met huidskleur te maken... maar ook niet helemaal, want... je had Ierse immigranten... en je had Italiaanse immigranten. Nou, een een Ier, gemiddelde Ier... En, um, en een Italiaan... die waren in 1810... Uh, waren die etnisch... en cultureel... waren die compleet verschillend. Bovendien aten ze allerlei... verschillende dingen. Nou, toen gingen ze... Massaal naar de melting pot van de Verenigde Staten. Maar dat waren eigenlijk alle mensen die vanuit het schaarste denken dachten: ik ga naar, en dat noemden ze ook, Amerika, the land of plenty. En wat betekent plenty? Genoeg. Dus we gaan naar het land waar er genoeg is: de Verenigde Staten. Ja, dus. Uh... Maar het waren wel weer schaarste denkers. Dus dat schaarste denken, wat zo diep in de natuur van de mens zit, omdat het een overlevingsmechanisme is, waar onder andere ook greed en hebberigheid uit voortkomen, speelt momenteel een hele belangrijke rol. Want als er te weinig grondstoffen zijn, als we dat berekend hebben, van we willen deze manier van leven. We willen allemaal een mobiel telefoontje. We willen een dak boven ons hoofd. We willen gaslicht en water. Het liefst hebben we nog een tuintje. En dan gaan mensen dat uitrekenen. Dan zeggen ze, ja, maar er passen 7 miljard mensen. Die passen in principe, als je die 1 vierkante meter geeft, passen ze in Nederland. Dus de aarde is niet vol. Maar als we de hele aarde leeg moeten roven aan grondstoffen om die mensen op een bepaald welvaartsniveau te brengen, ja, dan Laten wereldleiders, daar is een economisch model op los. Van hoe gaan we om met die schaarste? Want uh, we hebben enerzijds misschien schaarste aan arbeidskrachten. Maar kunnen we robots maken? Maar om robots te maken hebben we grondstoffen nodig. En dan moeten we eerst die grondstoffen delven. Laten we dat doen door machines of door mensen. En dit soort processen die zijn, uh, die zijn niet heel... Eenduidig, die zijn, er zijn allerlei factoren die inwerken op, op, op deze, um, deze gedachten. Dus het is ook en vanuit mij naar, naar, u, naar u toe niet het idee om te zeggen: van nou, zo is het, um, maar ik leg weer eens iets op tafel om te kijken: van wat is nou de bron? Wat is nou de bron van het probleem? In de mensen zelf. Hè? Mensen zeggen van. De uh, 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 New World Order, en dan die namen en die namen en die namen en de Rockefellers, en uh, die hebben, die hebben uh, triljarden. Um, Rothschilds, uh, de 1% van de, van de wereld heeft uh, de helft van de, van de welvaart in handen. En met de welvaart zou je dan kunnen zeggen: landbouwgronden, uh, uh, papieren claims op oogsten, dus future options. Uh, um, God knows what. Bargaining power noemt men dat. Bargaining power. Um, in, um, um, in de economische theorie is bargaining power de onderhandelmacht. Stel iemand wil iets verkopen en jij hebt geld, dan heb je bargaining power. Want iemand wil iets verkopen, die heeft het geld kennelijk nodig. Maar ja, die andere persoon die heeft een, heeft een goed wat jij kennelijk wilt hebben en Dus die heeft ook bargaining power. Maar als jij zowel de goederen als de economische middelen. Uh, als de, uh, de wetten kunt controleren. Ja, dan heb je alle bargaining power. En als je alle bargaining power hebt. kun je nog meer welvaart naar jezelf toetrekken. Maar waarom zou je dat nou in vredesnaam doen? Because how much is enough? Waarom moet die macht zo gecentraliseerd worden? Nou, dat noemt men, uh, plat gezegd: de duivel scheidt op één hoop. Uh, en. Komt ook voor in, 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 in de Bijbel, spreekt men over: je kunt niet God en de mammon uh, aanbidden. Je, dus je, je kunt geen twee heren dienen. Niet en God en de geldgod. Dus je ziet eigenlijk dat die geldgod, die mammon, dat gouden kalf, aanbeden wordt um, door mensen die heel erg bang zijn. En dat klopt dan weer precies, want als je leeft volgens de één-twee genoeg gedachte, daar zit ook een vorm in van vertrouwen. En dat vertrouwen wordt bijvoorbeeld uitgesproken op als woensdag, voordat de vaste begint. Voordat de vaste begint, waarin je dus het schaarste denken ingaat, daar stap je in het bewustzijn en het vertrouwen dat God voor je zorgt. Dat als de vogels honger hebben, God een stuk brood voor ze neerlegt. Of dat God bessen aan de planten brengt, zodat die gegeten kunnen worden. En het is heel nadrukkelijk op als woensdag dat dat naar voren gebracht wordt, omdat je gaat die periode van schaarste in. Dus dan heb je ook meer vertrouwen nodig dat het goed komt, dat je er doorheen gaat komen. En dat vertrouwen is spirituele voeding, niet fysieke voeding, maar spirituele voeding. En dat is ook de manier om schaarste, een schaarste periode door te komen. Door aan spirituele voeding te doen. Omdat als je dat vertrouwen hebt, en dat, dat, dat je het redt, en dat er goede dingen op je pad komen. Maar dat, dat vertrouwen is steeds minder geworden. En dus is de angst steeds groter geworden. De angst heb ik wel genoeg. Heeft de buurman niet meer. En dat zie je nu op kleine schaal heel veel terug. Ik, zit, ik formuleer dat als volgt: mensen knokken om een tientje. Heel veel, heel veel. En daar wordt ook heel veel uh, emotie in gelegd. Jij moet mij nog een tientje betalen. Of jij moet nog dat voor mij doen. Of jij zou dat. En jij moet zo. En jij moet zus. En jij moet dat. Al die gedachten die spelen nu steeds meer een rol. Kortere lontjes. Want meer angst. Want meer schaarste denken, want paniek en stress in het collectieve onderbewuste. Dat moeten we analyseren met elkaar, want anders kunnen we de bron van de ellende niet begrijpen. We zullen dit soort abstracte fenomenen moeten inkaderen en begrijpen, alvorens we een strategie kunnen bedenken. Van hoe gaan we hiermee om? Want de strategie die er nu voor ons ligt, is minder vrijheid, meer slavernij, hogere belasting, uh, uh, opgelegde schaarsteverdeling, uh, misschien toch wel uh, directe of indirecte depopulatie door uh, uh, schaarste of uh, uh, oorlogscreatie of het loslaten van, um, uh, van bepaalde virussen. Dat er uh, biowapens in de wereld zijn, dat is bekend. Uh, overigens zag ik, uh, uh, kleine side note, een interessante foto. waarop uh, je Amerikaanse soldaten bovenop het goud van uh, Saddam Hussein uh, ziet zitten. En dan zeggen ze: We finally found the weapons of mass destruction. Uh, die, die, die foto die zegt wel heel veel tegelijkertijd. want... Goud en geld zijn middelen om interactie tussen mensen te faciliteren, maar het zijn ook machtsmiddelen. En het zijn ook wapens om massadestructie teweeg te brengen. Daarom wordt ook de, de geldstroom van de Russen uh, proberen ze af te sluiten. Want dat geld daarvan koopt men wapens en kan men uh, massadestructie aanrichten. Overigens geldt hetzelfde voor. Uh, voor de Oekraïne, want iedereen zegt nu: je zit nu in een soort van uh, baas. Van uh, wie is nou de goede partij en wie is nou de kwade partij? Ja, uh, een oorlog reeds verloren zegt het al: iedereen die oorlog voert, heeft verloren. Of je nou uh, uh, binnenvalt of aan het verdedigen bent, of op het moment dat, je dat, dat, dat kennelijk de belangen uiteen zijn gelopen en dat er ruzie is ontstaan. Um, uh, om wat voor reden dan ook. En uh, uh, daar kunnen we allerlei bomen over opzetten. Over, of Rusland. Uh, uh, ik zag weer een video binnenkomen. Dat ze zeggen wat ze gevonden hebben. Wat uh, het, het Westen, Duitsland, Polen. en uh, de Verenigde Staten. in de Oekraïne. Uh, aan, aan biowapensfabrieken had neergezet. Ik zie zo'n video binnenkomen. En ja, ik moet het maar aannemen. Want controleren kunnen we het niet. Um, uh, en, en dat is dan weer die enorme veelheid aan informatie die, uh, die, die tot ons komt. Het is een beetje te veel vaak. Zeker de laatste tijd is het heel veel geweest voor heel veel mensen. Dus je ziet mensen een beetje. Uh, die zijn ook uh, nieuwsmoe. Um, uh, willen misschien ook even niet meer weten wat er allemaal speelt in de wereld. En dat snap ik ook heel erg goed. Um, ik heb zelf ook wel eens die gedachte van: ja, als we het allemaal niet bestuderen. en we laten het allemaal maar gewoon lopen. Maar ja. Dat is lastig. Het is lastig als jij een moestuin hebt. en er komt op een gegeven moment een ambtenaar. en die op, op, op het niveau van de wetten is besloten. dat jij uh, alleen maar met Monsanto-zaden je tomaten mag verbouwen. terwijl je zegt, ik heb biologische zaden. Ja, die zijn gevaarlijk, die zijn verboden. Dus je zult, behalve dat je uh, je, je eigen tomatenveldje aan het, aan het inplanten bent. zul je toch ook moeten kijken naar wat is de wetgeving eigenlijk Dus dan moet je nou op een macroniveau gaan zitten en daar gaan nadenken. Uh, ik raad ook zeker het, uh, uh, het werk van uh, de econoom-filosoof Joseph Stieglitz aan, die um, uh, ook heel duidelijk uitlegt dat de, um, de wereld van schuld, waar we, waar we in terecht zijn gekomen, geld als schuld, dat dat een wereld is die. Uh, Zo'n grote ongelijkwaardigheid en ongelijkheid heeft gecreëerd, dat we daar een oplossing voor moeten gaan formuleren. Nou, is de oplossing dan om een soort communisme in te voeren, uh, gecontroleerd met, uh, met smart cities, um, uh, de, de mensen te chippen, uh, zoals, zoals daar toch al steeds meer over gesproken wordt? Uh, vooral ook door het World Economic Forum uh, uh, en onze eigen uh, koningin in dit land. Allemaal voorstander van. Want ja, ja, stel je toch eens voor: je kunt je kind kwijtraken. Nou, het wordt ook zo onderhand, is tijd dat mensen zich gaan afvragen: Oké, okay, raak ik mijn kind kwijt? Wat is het grootste risico? Dus hoe ga ik mijn strategie bepalen? Is het grootste risico dat ik mijn kind kwijtraak omdat het op straat loopt te spelen en meegenomen wordt in een ontvoering? Of is het grootste risico dat ik door een administratieve fout van deze wanstaltige overheid mijn kind kwijtraak? Nou, gezien de huidige staat in Nederland zou ik zeggen dat laatste. Dus de overheid die zegt de oplossingen te hebben voor allerlei problemen, is in. 90% van de gevallen momenteel de veroorzaker van de problemen. Dus we zitten dan te kijken naar politici die zitten te praten over, ja, dit is er aan de hand en dit zijn de oplossingen. En, 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 maar zij zijn degene die het veroorzaken. En de Europese democratieën, die hebben niet wat de Amerikanen wel hebben, de right to bear arms. Want de founding fathers die wisten één ding 100% zeker. Hadden ze geleerd uit de eeuwen daarvoor, die hadden een groot historisch besef. Die hadden geleerd dat iedere overheid altijd op het punt komt dat hij corrupt is, decadent, en dat hij zich verschuilend achter de macht en zeggen. Ja, maar dit is voor het algemeen belang. De macht zal misbruiken en zich zal keren tegen zijn eigen burgers. Dat wisten de Founding Fathers. Dus zeiden ze. Dus moet een burger zich altijd kunnen bewapenen tegen een onrechtvaardige overheid. Want die overheid die heeft zoveel meer bargaining power, want die heeft de wetten, die heeft het geweldsmonopolie, en die heeft heel veel geld of kan geld gaan aantrekken bij banken. En dat is handjeklap, één op één. En degene die daarin zitten, op overheidsniveau. Die zijn in staat om dat te misbruiken. Het détournement de pouvoir. Eh? Ja. Ze kijken naar een pot met geld. En ze hebben de politie en het leger tot hun beschikking. Ja. Wat houdt ze tegen? En de westerse democratieën zeggen dus. Ah, de democratie zelf kan dat tegenhouden. Eh, ik denk van niet. Ik denk niet dat de democratie in staat is. Om uh, dit te doen. Omdat er tegenwoordig zoveel goddeloosheid is. en zoveel angst en schaars te denken op onderbewust niveau. dat wordt steeds verder weggedrukt. Dus gaat het steeds dieper etteren. En dat is ook. Stockholm-syndroom, waar de samenleving in zit. richting de bankiers, uh, richting. Uh, de corporaties. Uh, um, uh, Zuidasjongetjes... Wolves of Wall Street... Dat lijken de, um, de voorlopers te zijn... Maar dat zijn eigenlijk de zwakkelingen... Want ze zitten het diepste in het schaarste denken. Dat zijn weer die ijsberen. Dat zijn eigenlijk de verdreven grizzlies. Dat zijn niet de, dat zijn niet de beste... Maar het zijn wel, het zijn wel de, 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 de... Ze vechten op een nare manier... Want we hebben een nieuwe strategie ontwikkeld. En daarmee zijn ze sterk geworden... Dus hoe gaan we hiermee om? Nou, de samenlevingen zijn zo complex geworden. En ze worden nog complexer gemaakt. En gedigitaliseerd. En dat heel veel mensen zijn hier zo moe van. En zijn zo wanhopig. En, en heel veel mensen die denderen er maar gewoon in mee. Want ze zeggen. Ja dat is toch handig. Dat is toch handig. Gewoon hier. Heb digitaal alles geregeld. En, en. Wat ze niet doorhebben die mensen. is dat Ze hebben niet meer vrije tijd. Het is niet zo dat. Door alle, al deze uitvindingen dat er ineens meer ruimte is gekomen voor de mens om zichzelf te ontplooien. Dat was ook de gedachte achter uh, dat we niet met z'n allen meer bezig zijn om voedsel te verzamelen. Hè, we hebben zeg maar 5% van de wereld is boer. Dus die andere 95% die kan zich bezighouden met ja, het optimaliseren van het menselijk bestaan. Maar dat zijn ze niet gaan doen, die 95%. Die 95%. Heeft juist omdat hij geen directe feeling meer heeft met het creëren van zijn eigen voedsel en het verzamelen van zijn eigen voedsel, heeft zo'n gevoel van: shit, ik moet die 5% goed controleren, want, want die hebben eigenlijk de echte macht. Dus de boeren, hun, hun term no farmers, no food, daarmee zetten ze in het onderbewuste van die 95%. Uh, 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 hapsnurkers paardensnitzels die niks doen, toevoegen, produceren uh, et cetera, maar zeggen van ja, maar we zijn het aan het faciliteren bataljons met ambtenaren en, 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 en IT'ers en weet ik wat allemaal en regelgevers en, 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 en distributors en, 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 en management assistenten en de hele, hele reutemeteut van die samenleving al die lui die zijn eigenlijk heel boos op die 5%. Die zeggen, jullie moeten wel voedsel blijven produceren. Dus, dus de boeren moeten nu ook weg. Dat moet gemachiniseerd, dat moet gemechaniseerd worden. Want dan heeft die 95% weer volledig alles te zeggen over de voedselvoorziening. Denken ze. Denken ze. He, het hele Westland hier is eigenlijk de facto van de Rabobank. Dus er zitten jongens die nog nooit een tomaat hebben gekweekt. Die zijn uh, uh, het hoofd van... Uh, 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 commodities and food. Ja, die zitten, die zitten achter een computertje. Die gaan op een fiets of met een auto gaan naar hun werk. Naar een kantoor, openen een computer, hebben een telefoon. Die zitten nummers en letters heen en weer te schuiven. Contracten en, en bedragen. Ze zien die tomaten nooit. En dan gaan ze s'avonds boodschappen doen. En dan kopen ze een tomaat. Zo is het systeem ingericht. Maar nu dat sy die systemen beginnen te wankelen. beginnen natuurlijk die 95% die begint zich zorgen te maken. Dan gaan ze, ze wc-papier hamsteren. Dus daar waren de dingen nu dan een soort van in deze zomer... Uh, behalve lockdowns in Azië wegens uh, surging covid-numbers. Wat er nu speelt is uh, dat, dat mensen zeggen... nou, ik wil, ik wil nu gewoon maar even genieten. Ja, een beetje leven in het nu. Ja, uh, pluk de dag. Deze zomer zou ook kunnen zijn dat mensen die, die zich onzeker voelen, die zouden kunnen zeggen, nou, ik ga mijn moestuin maar eens aanleggen. Ja, maar hoe zit het met de wetgeving omtrent uw moestuin? Ja, dat is een brug te ver. Ja, dat moet de politiek dan maar regelen. Ja, maar de politiek regelt dat niet. Dus wat gaat u dan doen als op een gegeven moment het voedsel op is en de overheid zegt, iedereen die voedsel heeft, kan hem in beslag nemen? Heeft u keihard voor gewerkt, want u was slimmer? Dan staat daar iemand met een wapen en die zegt tegen u: Van mij. En of dat nou. Eh, mensen denken altijd dat dat een ander gaat zijn met een wapen. Nee, ik heb slecht nieuws voor u. Dat wordt niet een ander die, gaat, die daar staat. Dat is de overheid. En het wapen is niet, is niet een, een geweer. Eventueel wel, als je echt niet meewerkt, dan gaat, komt de politie mee en of, het, en of het leger. Maar er komt gewoon een brief. Dit zijn de regels. U moet zoveel inleveren. Oké. Okay. Nou, waar liggen die grenzen? We dachten, we hebben 70 jaar lang in hele, met een soort van welvaartsillusie geleefd, die ook puur en alleen is omdat wij deals hebben gesloten, middels economic hitmen, met uh, uh, bepaalde olie producerende landen, omdat olie de, 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 de basis is geworden van onze monetaire wereld en ook eigenlijk onze hele fysieke wereld sinds de jaren 70. En de, de 60 jaar daarvoor was dat in opmars. Eerste Wereldoorlog, 1917, lijntje getrokken. Dat is van de Fransen, dat is van de Britten. Allemaal mensen die daar woonden en leefden. Nou, die discussie is hartstikke actueel. Want hetzelfde gebeurde met, met Koerdistan. Ineens was Koerdistan een deel dicht, dicht in Iraaks-Koerdistan, een ander is Iraans-Koerdistan en een ander deel is Turks-Koerdistan. Maar Koerdistan is, hè, dat, dat had een onafhankelijke staat kunnen worden, verdrag van Sèvres. Nou, het verdrag van Lausanne werd er weer helemaal niet over gesproken. En wat zien we dan? Er ontstaat gedonder over de olie met de Russen. We hebben gedoe met, uh, met, met Erdogan in Turkije. We vinden van alles van, oh, hè, vergeten mensen, maar uh, vinden, we vinden er van alles van dat, wat hij heeft gedaan om, om de macht te behouden in zijn land. De grondwet verandert, uh, uh, docenten en, en, en een paar duizend mensen zijn opgepakt. Er zijn ook weer honderden mensen verdwenen of, of oh, overleden. Uh, allemaal uitoefening van macht, dat ging allemaal over van, mag nou die aardolie in Koerdistan opgepompt worden? En wat gebeurt er? Er is gedonder in Rusland en vlak daarna gaat uh, uh, Mark Rutte uh, namens Nederland en Europa, gaat hij even praten in Turkije, hij gaat even op de koffie, tuurlijk, praat over mensenrechten uh -huh. en vluchtelingen, uh -huh. tuurlijk. Nee, hij gaat praten over olie. Van, Als jij nou die olie oppompt en wij sturen niet een fregat om jou dat te verbieden, wat is dan de prijs? Hoeveel ga jij ons rekenen als we nou een deeltje maken? Dan mag jij het oppompen, maken we jou heel machtig. Nou, je gaat het wel leveren aan ons. En als je dat niet doet, dan komen wij met bommen en granaten. Nou, dat, dat is uh, onderhandelen tegenwoordig. Bargaining. Gewoon bargaining. Dat is, dat is wat, wat hij is gaan doen. Van, laten we eens praten over als je die olie oppompt, aan wie verkoop je het en wat kost het dan? Dus voor wie is de winst? Wie krijgt welk stuk van de taart? En vlak daarna is het Turkse leger een actieve vervolging begonnen op de PKK, de, de onafhankelijkheidsstrijders van, van de Koerden. Meteen daarna. Waarom? Die moeten nou weg 2023, 100 jaar na het verdrag van Lausanne pompen maar. En dan de vraag: voor wie is het? Waar gaat het heen? Schaars te denken. Want als we genoeg olie hebben, kunnen we onze economie draaiend houden. Denken we. Want we hebben wel allerlei regels weer over stikstof en, en, en geen diesel en dit niet en zus niet en zo niet. Maar uiteindelijk hebben we een energiegedreven economie en schaarste model. He? Kijk maar eens: het probleem ontstaat direct als er geen peut is. Een hele interessante documentaire: When the trucks stop running. Of dan is geen documentaire, een, 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 een audiofragment van een paar uur. When the trucks stop running. Als de diesel er niet meer is en de trucks leveren. Niet meer al die trucs die over de wegen jagen en alles aan het regelen zijn. Als je daarover na gaat denken, ja dan is het wel eens een beetje veel in je hoofd. Maar toch is het belangrijk dat we dit soort video's dus maken. Om op dit niveau na te denken met elkaar. Van jeetje, het andere uiterste is een heel kleine dorpsgemeenschap. Hè? Wim Sonneveld. Wie van u thuis luistert nou niet heel graag naar Wim Sonneveld, ons dorp? Ik weet nog hoe het was, de boerenkinderen in de klas. Een kar die ratelt op de keien. En toen hebben we de wereld veranderd. Plastic rozen. Bij elkaar naar binnen kijken. Prachtig. Dit hele verhaal wat ik hier heb gehouden, kunt u afsluiten door naar de descriptions te gaan en te luisteren naar ons dorp. Van Wim Sonneveld. En met deze melancholische, maar mooie woorden kunt u dan rustig de zondag weer door. Wetende dat dit probleem er al heel lang was. Er al heel lang is. Ook niet zomaar zal verdwijnen. Maar dat over schaarste en verdeling nadenken. Dat er ook hoopvolle dingen zijn. Zoals Charles Eisenstein. Die zegt. Sacred Economics. Als we de heiligheid van het leven weer terugbrengen in onze natuur, onze cultuur en onze strategie, misschien dat we dan tot een menselijke oplossing kunnen komen. En of u nou in God gelooft of niet, als u denkt dat God niet bestaat, maar u zelf de maat der dingen bent, ook goed, want het komt op hetzelfde neer. Want dan wilt u ook nog steeds dat er een wereld is waarin we met elkaar in vrijheid en veiligheid op de juiste manier, gebalanceerd, samen kunnen leven. Op het leven.